Veel ouderen hebben een verhoogd risico op vallen. Het gebruik van medicatie is een van de oorzaken van dit verhoogde risico. Openbare apothekers zijn nog weinig betrokken bij de bestaande multidisciplinaire aanpak bij valpreventie, maar willen dat wel graag. Ook andere zorgverleners zien een meerwaarde van de apotheker bij valpreventie. Apothekers kunnen bijdragen aan een multidisciplinaire aanpak bij valpreventie door patiënten met een verhoogd valrisico te signaleren, door te verwijzen en door middel van het uitvoeren van medicatiereviews. Apothekers hebben totaal overzicht van wat een patiënt gebruikt en ze hebben natuurlijk de expertise over valrisicoverhogende medicatie en medicatieafbouw. Dus zodra ze een patiënt signaleren met een verhoogd valrisico, kunnen zij heel goed identificeren welke medicatie valrisicoverhogend is en mogelijk afgebouwd dient te worden. Daarnaast bezoekt de doelgroep vaak de apotheek en kunnen apothekers dus ook heel goed patiënten signaleren met een verhoogd valrisico. En als ze een patiënt hebben gesignaleerd met een verhoogd valrisico, kunnen ze deze patiënt ook doorverwijzen naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld ergotherapeuten, praktijkondersteuners, huisartsen, fysiotherapeuten. Het is ook belangrijk dat apothekers met de huisarts het gesprek aangaat over welke zorgverleners betrokken dienen te worden. Een belangrijke voorwaarde om met valpreventie aan de slag te gaan is voldoende kennis over valrisicoverhogende geneesmiddelen en het afbouwen van medicatie. Ook zijn voldoende communicatieve vaardigheden binnen het apotheekteam belangrijk. Een belangrijk aandachtspunt voor apothekers die aan de slag willen gaan met valpreventie in de eigen apotheek is dat een verhoogd valrisico een multifactorieel probleem betreft. Het medicatiegebruik is weliswaar een zeer belangrijke risicofactor, maar er is meer. Dus apothekers zouden ook moeten nagaan of de andere risicofactoren ook behandeld moeten worden of al behandeld zijn. En daarom is het belangrijk om bij de patiënt na te vragen of deze patiënt al in beeld is bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld een praktijkondersteuner of een fysiotherapeut. Het is ook belangrijk om te beseffen dat de valanalyse van Veiligheid NL bij elke patiënt met een verhoogd valrisico afgenomen dient te worden. En dat kan ook heel goed een andere zorgverlener doen. Dus vraag altijd bij de patiënt na of er al een keertje iemand thuis is geweest om de woonomgeving te bekijken of de mobiliteitsstoornissen behandeld worden. Wilt u in uw FTO aan de slag met valpreventie? Maak dan gebruik van het FTO-materiaal vallen en medicatiegebruik.